Tilburg TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een verslag van de competitiewedstrijd in de hoofdklasse B. Gespeeld op zaterdag 26 maart 2022 tussen Urk en SDC Putten. Scheidsrechter bij de wedstrijd is de heer Lodeweegs. En onze pupille van de week is Josefina Kofferman, dochter van oud-keeper Cornelis Kofferman van Urk. En natuurlijk laten we onze pupil van de week lekker even in beeld komen. Zodat ze kan scoren bij de doelman van SDC Putten en dat is Joar Terpstra. Goed, dan gaan we van start met de wedstrijd. De eerste wedstrijd gespeeld in Putten werd door Urk met 1-0 gewonnen. Door een doelpunt vlak voor rust van Rikkelt Jan Brands. En hier is SDC Putten met de eerste gevaarlijke kans voor het doel van Richard Strijker. En Urk had de eerste paar minuten toch de handjes vol aan de nummer 11 van SDC Putten, Kevin Schmidt. Die toch voor vrij veel gevaar zorgde. Is die de Nijntjes. Klaas Ronkes komt met een lage voorzet en is het William de Boer. Maar die zit zijn inzet geblokt door een verdediger van Putten. Levert Urk een hoekschop op, genomen door diezelfde William de Boer bij de tweede paal. En dan is het Klaas Ronkes die de bal naast kopt. Hessel Snoek komt net te laat om de bal nog van de richting te veranderen. Urk kreeg langzamerhand toch wel wat meer overwicht. Hier is het Ieder Nijntjes met een hele lange, hoge voorzet. Dan is het Rikkelt Nijntjes die de bal toch wel een metertje over en naast het doel van de doelman van Putten kopt. En opnieuw Urk. Klaas Ronkes. Maar het schot wordt op het laatste moment geblokt door een verdediger van Urk. Het was een leuke wedstrijd om te zien. Twee ploegen die elkaar respecteerden. Twee ploegen ook die het fysieke niet schuwden. Zonder daarbij over te schreef te gaan. Hier een goede kans trouwens voor SDC Putten. En een lange bal van Urk richting Klaas Ronkes. Opgevangen door Hessel Snoek. Een paasje van Rikkelt nu naar William de Boer. Die zet hem voor op Hessel Snoek, maar die kopt verkeerd uit met zijn stappen, zodat deze kans verloren gaat voor Urk. Misverstand op het middenveld tijdens het uitverdedigen bij Putten. Ziet weer Urk dat de aanval opzet. Rikkelt Nijntjes uitgeweken naar de rechterkant. Balletje voor het linkerbeen en is het de kopbal van Klaas Ronkes. En daar schrikt keeper Joar Terpstra toch een beetje van. De bal gaat corner en de corner zelf levert niks op voor Urk. Dan is het hier weer SDC Putten. De buitenkant. Dan komt er een als voorzet bedoeld, maar dan is het de lat die Urk redt. Richard Strijker had al een stapje naar voren gedaan. Moest toen heel snel naar achteren toe. Dan blijft het nog 0-0 in een leuke en attractieve wedstrijd. Hier zit weer Kevin Schmidt namens SDC Putten. De huid gezeten door en Ieder Nijntjes en Benny Dunnik. En die voorzet levert de ploeg helemaal niets op. Dus Klaas Ronkes. Hessel Snoek. Die kan doorlopen. Dat paasje gaat net niet goed. Dan is het toch Ieder Nijntjes die opvangt. Maar zijn rolletje is geen probleem voor de doelman van SDC Putten. En zo is de tussenstand nog steeds 0-0 bij deze voorzet van William de Boer op Klaas Ronkes. Binnenkantje paal gaat de bal niet in het doel, maar er is al gevlacht voor buitenspel. Zodat na ruim 34 minuten nog steeds de dubbel blanke score op het scorebord staat. Hier opnieuw Urk in de aanval. Rikkelt Nijntjes, Lucas Nagel. Dan gaat de bal naar Ieder Nijntjes toe. Die komt weer met een voorzet. Opnieuw op Klaas Ronkes, maar zijn kopbal gaat een metertje over het doel van SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties,
Scotec installatietechniek. En No Milk Today. Want dan gaan we verder met de tweede helft. Bij SSC Putten is de doelman Johan Terpstra gewisseld. Voor hem in het veld gekomen Bart de Graaf. De doelman raakte vlak voor rust toch wel redelijk geblesseerd aan zijn hoofd. En moest overgeven en was misselijk en had een dikke neus. Dus hij is voorzorg naar het ziekenhuis gegaan voor nader onderzoek. Goed, dan weet u dat. Dan gaan we verder met de tweede helft. Hier is het Hesselsnoek die de bal teruglegt op Jelle de Boer. Dan is het Lucas Stol die bij Urk is ingevallen. Een voorzet van Rikkelt Jan Brans. En dan is het de nummer 15 van Putten, Daan Wieringa. Die de bal 20 minuten voor tijd. Maar zover zijn we ondertussen al in de tweede helft. 20 minuten voor tijd. Urk, heel ongelukkig voor hem, op een 1-0 voorsprong zet. Op dat moment toch wel misschien een verdiende voorsprong voor Urk. Dat naarmate de tweede helft vorderde sterker en sterker werd. Hier is opnieuw een schitterend paasje op Jelle de Boer. De keeper komt net iets te laat. Jelle de Boer op Lucas Stol. En dan is het uiteindelijk toch de doelman, de Graaf van Putten, die de bal in zijn bezit heeft. Maar de Urk werd, zoals ik al zei, steeds sterker. Hier is het opnieuw Lucas Stol. Johannes Schrijver, die probeert het maar eens van afstand. De Kostol was trouwens na een klein uurtje spelen in het veld gekomen voor William de Boer. En niet veel later was Jelle de Boer in het veld gekomen voor Klaas Ronkes. Stol. Benny Dunning, centrale verdediger. Die legt terug op Rikkelt Nijntjes. De keeper die de bal niet klem vast heeft. En is Jelle de Boer die heel simpel voor Urk de 2-0 binnen kan tikken. En dan praten we over 7 minuten voor tijd. En dan is de wedstrijd wel definitief beslist. Nogmaals in herhaling. Geen buitenspel. Op de achterlijn staat nog een speler van SSC Putten. Die daardoor het buitenspel opheft. De ploeg uit Putten die gaf echter niet op. Bleef gewoon heerlijk doorvoetballen. Maar kon uiteindelijk tegen het eind van de wedstrijd geen potten meer breken. En hier is het Rikkelt Jan Brands namens Urk op de linkerkant. Bal richting Lucas Stol. Die begint aan een solootje. Zit Rikkelt Nijntjes. Nu de bal naar Lucas Stol. Is het Lucas Stol die Pieter Brands net ingevallen ziet lopen. En zijn voorzet is net iets te ver voor de middenvelder die in het veld gekomen was voor Lucas Nagel. Want zoals ik zei, we zitten al tegen het eind van de wedstrijd. Bijna tegen de 90ste minuut. Het is toch nog weer Putten die het hier probeert. Maar deze paas landt bij Benny Dunnik. Johannes Schrijver. Je ziet Jelle de Boer. Maar de schijnbeweging van Jelle wordt doorzien. De verdediging van Urk die heel rustig deze situatie weet op te lossen. Diepe bal. De Boer buitenspel zo, maar Hesselsnoek niet. Die kijkt goed. En ziet in de korte hoek de ruimte. En weet zo zijn doelpuntje te maken. 4 minuutjes, 3 minuutjes voor tijd. Brengt hij de stand op 3-0 in het voordeel van Urk. Dan zitten de mannen van SSC Putten de verslagen bij. Urk probeert het daarna nog wel om de score nog iets hoger uit te laten vallen. Dus een prachtig mooi aanvalletje via Rikkelt Jan Brands. Jelle de Boer, Hesselsnoek. Die terug op Pieter Brands, maar zijn schot wordt simpel gepakt door keeper Bart de Graaf. We zijn er 90 minuten gespeeld. Als we deze corner nog krijgen. Met een acrobatische omhaal van Hiede den Dulk. Die ook weer een puikenwedstrijd speelde in het centrum van de verdediging samen met Benny Dunnik. Goed, het blijft bij 3-0. Druk wint verdiend van Putten. En voor u nu nog de mogelijkheid om te luisteren naar de analyses van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties.
Totec installatietechniek. En No Milk Today. Naast mij de trainer van SSC Putten, Mark Bakker. Mark, heel lang 0-0. Had je toch steeds nog de hoop dat het 0-0 zou blijven? Of had je de hoop op meer? Ik denk als je in de eerste helft ziet de druk die Urk erop zet. Ik vond niet dat wij daar goed genoeg onderuit speelden vandaag. Want er waren wel degelijk kansen. Alleen door de druk die erop kwam lukte het ons niet altijd om daar een man meer op middenveld te vinden. En dat kost dan heel veel kracht. En wij kiezen dan toch op bepaalde momenten wat sneller voor een lange bal. En volgens mij had Gert-Jan dat niet direct verwacht. Ofwel, maar dan was dat zijn spelletje in de nabeschouwing van afgelopen dinsdag. Maar wij willen gewoon voetballen. En wij willen dat dit jaar gewoon doen vanuit eigen idee. En hoe hard de druk er ook op zit, we willen er onderuit spelen. En dat is de ontwikkeling die wij aan het doormaken zijn. En daar maken we mooie stappen in. En vandaag lukte dat niet altijd. Wat resulteert in dat het veel kracht kost. En in de eerste helft konden we daarin denk ik nog wel oké mee. En konden we het compenseren. En ik denk dat je dan in de tweede helft ziet dat we dat niet meer konden. En op basis daarvan zeiden wij tegen elkaar op de bank, we moeten snel een goal maken. Anders ben ik bang dat de druk zo hoog wordt met het spel wat Urk speelt. Dat het wel eens een rot momentje kan worden waarop je hem tegenkrijgt. En dat was het natuurlijk door de eigen goal. Maar dan wordt het 1-0. En op dat moment, was het toen fysiek op of was het mentaal op? Want toen was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Ja, wij probeerden even de wedstrijd tot rust te brengen door even op 1-0 te blijven. En je weet hoe dichter je naar die 90 komt en het blijft 1-0. Dan gaat een ploeg die op 1-0 voorsprong staat toch ook denken, we moeten hem niet tegenkrijgen. En dan weet je dat je misschien wat meer weer een veldoverwicht krijgt dan wat je vanuit daar weer wat momenten in de 16 kan komen. Maar fysiek was het denk ik op. En dat mogen we onszelf enigszins verwijten. Alleen ik denk dat het gewoon ligt aan de manier van spelen en aan de intenties die we hebben gehad. En op het moment dat we ingezakt hadden, klein en compact hadden gespeeld, had het minder kracht gekost. En heb je misschien op het einde meer over. Maar we willen gewoon daarin een stap maken. En wij hebben een mooi doel en dat is handhaven en een nieuwe speelwijze ontwikkelen. En ik denk dat we heel goed op weg zijn. En dat we nu hebben gezien dat we daar nog een stapje in te maken hebben. En dat is mooi. Ja, want ik zei al, een attractieve wedstrijd. Maar met 3-0 verlies, dan koop je weinig voor, hè? Nee, dat klopt. Ja, de 1-0 is dan zeker een breekpunt. En uiteindelijk wordt het 3-0 omdat we toch even knakken. Dat klopt. Dat is jammer. Dankjewel. En volgende week heel veel succes tegen AZVV uit mijn hoofd. Dus wat dat betreft succes in het vervolg van de competitie. En handhaven, dat is een doel. Maar dat is eigenlijk wel zo goed als zeker, hè? Nou, dat denk ik niet, als we naar de puntenaantallen kijken. Ik vind gewoon dat we vertrouwen in onze kwaliteiten moeten hebben. Dat we moeten genieten van de stappen die we gemaakt hebben. En dat we daarna weer heel kritisch gaan kijken naar de volgende stappen. En daar hebben we vandaag weer veel dingen uit kunnen halen. Dus dat is mooi. Succes en veel in de toekomst. En in ieder geval handhaving dat we elkaar volgend jaar misschien weer zien. Of Urk moet toevallig wat hoger op gaan spelen. Je weet maar nooit. Dankjewel. Ja, Gert-Jan. Een attractieve wedstrijd voor het publiek. Ik zag je op een gegeven moment in de tweede helft heel fanatiek, toen het 0-0 was, heel fanatiek aan de kant lopen om je ploeg... Wat was het? Wilde je weer wat energie in die ploeg brengen? Of wat was je bang voor die tegenaanval? Wat was het dat je zo fanatiek aan de kant ging? Het was 0-0. En je wil winnen, dus dan moet er meer energie in. En de derde wedstrijd in 8 dagen. Met onze speelwijze. Dus altijd verplicht maar dat aanvallen en dat eroverheen denderen. En de eerste helft deden we het goed. Veel druk erop. Maar de eindpaas en het frisse eindspel ontbrak. En in de tweede helft dreigde dat ook een beetje. Maar de kwaliteit van vandaag is dat je dan wisselt. En dat die wissels de energie en het verschil toch weer maken. Lucas Stol die weer prachtig invalt. Die begon gelijk met een schitterende steekbal op Rikkel Nentjes. Dan zag je al gelijk weer een aanval komen. Er kwam weer een kans uit. Dan hebben we gewoon mazzel met die goal. Die knikken ze zelf in de goal. En daarna hadden we natuurlijk nog onbeperkt veel beter uit moeten spelen. Maar goed, laten we daar niet al te kritisch over zijn. We hebben gewoon vorige week de eerste helft verzuimd. Waren we afwezig. Na de rust goed hersteld. Helaas net geen punt. Dinsdag was gewoon uitstekend. En vandaag was degelijk. En je zei het al even, ik vond in de eerste helft met name dat jullie heel goed de zijkanten gebruikten.
Kreeg je veel ruimte, veel vrijheid en ook veel voorzetten vanuit die kant. Alleen die eindpaas, daar kwam weinig uit, terwijl er toch de ruimte lag in de 16. Ja, absoluut. En die paar kansen die we wel krijgen, die niet te missen waren, missen we toch. Dus dat moet beter, maar dat weten ze zelf ook. En ik loop natuurlijk het hele seizoen al zo te voeteren dat we te weinig rendement uit ons spel halen. Nou, ook vandaag eigenlijk weer, hè, want in de eerste helft was SSC toch echt een aantal keren heel dreigend in omschakeling. Ja, kom je achter, dan speel je een hele zware dobber vandaag. En nu hebben wij geluk dat hun achterkomen. Ja, dan moeten ze toch nog meer risico gaan nemen. Ja, en dan, ik vond dat we na de laatste 20 minuten hadden we wel onbeperkt veel meer goals moeten maken. Maar dat deden we gewoon echt slecht. Ja, want na die 1-0, ik zei al, was de wedstrijd gelopen. Toen had er nog wat meer kunnen zijn. Maar op dat moment, ja, dat komt eigenlijk naar voren wat het hele seizoen al duidelijk is. Dat dit Urk fysiek heel sterk is. Hè? Want ja, dan zijn die anderen toch wat conditioneel. Hebben ze het wel gehad. En jullie kunnen nog een keer een extra versnelling bijzetten. Ja, nou ja, sinds ik hier ben roep ik fitheid, fitheid, fitheid. En dat verzorgt ook een hoop frustraties af en toe bij de groep. Dat weet ik. Maar daar heb ik geen boodschap aan. Je hebt vandaag weer gezien. Als je het centrum van ons vandaag ziet. Als je Benny Dunnick bij de tweede goal ziet. Die heeft dus 3 wedstrijden gespeeld. Die heeft onbeperkt gaten dichtgelopen vandaag. Dinsdagavond ook al. En die gaat dan bij de 2-0 nog even van achteruit. Even een dribbel aan. Die dendert eroverheen. Die trekt die bal goal voor de 2-0. Ja, dat is verschil tussen winnen en verliezen. En dat deden we vorige week tegen Aalter eerst al gewoon onvoldoende. Dat heb ik ook aangegeven, ook een beetje naïef van mij om daar lekker te willen voetballen. Dat moeten we dus nooit meer doen als we daarheen gaan. Maar je ziet dat als het op energie aankomt, dat deze groep uitstekend in elkaar zit. En dat is, het is zelfs zo erg dat ik donderdagavond verplicht geen partijtje heb laten spelen. Want ze kunnen ook niet rustig aandoen. Dus dat is ergens ook wel een kwaliteit van die jongens. En dan in deze flow op naar de derby volgende week in Emmeloord. Is dat nog een extra stimulans gezien de plaats van de competitie om daar nog wat extra energie in te leggen? Nee. Kijk, wij staan. Ik blijf erbij dat wij niet de beste ploeg zijn, maar wij staan op een plek dat je ervoor moet gaan dat je aan het einde van het seizoen de belangrijkste wedstrijd van het jaar kunt spelen. En daar hoort die derby ook bij. En bij Flavor Boys gaan ze niks weggeven. Dat is dat is geen struikelblok, maar dat is gewoon prikkeldraad waar we overheen moeten. Maar als wij 100% gemotiveerd en organisatorisch goed in elkaar steken, ja, dan zijn we normaal de betere ploeg. Maar niks is normaal en dat hebben we vorige week wel gezien. En dan zeker in de derby. Heel veel succes in deze week in de voorbereiding naar die derby toe. En zeker naar het einde van het seizoen, want laten we in ieder geval uitkijken naar die allerlaatste wedstrijd. In en tegen Genemuiden. Als die om het kampioenschap gaat, ja, dan is het slagroom op de taart, hè? Ja, wij hebben zelf Berkum op rood omsingeld. Dankjewel, Gert-Jan, en veel succes van de week. Bye.